Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 13 van de Eredivisie en natuurlijk in de KNVB-bekerwedstrijden. Laten we eerst eens naar die KNVB-bekerwedstrijden gaan kijken. Excelsior heeft met 2-0 gewonnen van PEC, dat vond ik wel verrassend, net als dat Emmen met 2-1 van Groningen won. Almere City VVV werd 1-4, De Graafschap verloor met 1-2 van PSV, Ajax won met 5-4 van FC Utrecht. Cambuur Go Ahead werd 1-2 en Willem II verloor met 0-2 van Vitesse. Dan waren dit de uitslagen in speelronde 13 van de Eredivisie. PEC tegen FC Emmen werd 0-0, Sparta Groningen werd 2-3, VVV verloor met 1-2 van FC Twente, RKC verloor met 1-4 van PSV, Utrecht Fortuna werd 1-1, Vitesse won met 1-0 van Feyenoord, ADO verloor met 2-4 van Ajax, Heerenveen Heracles werd 1-2 en AZ won thuis met 5-3 van Willem II. Dan is dit de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 33 punten, dan komt PSV met 30 punten. Vitesse staat derde met 29 punten, Feyenoord staat vierde met 26 punten, ook FC Groningen heeft 26 punten. FC Twente staat zesde met 24 punten, dan komt AZ met 23 punten. Heerenveen staat achtste met 20 punten, Sparta staat negende met 15 punten. FC Utrecht en PEC Zwolle hebben 13 punten, Heracles en RKC hebben 12 punten. Fortuna staat 14e met 10 punten, VVV 15e met 9 punten, Willem II staat 16e met 8 punten, ADO staat 17e met 7 punten en onderaan staat FC Emmen met 5 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Luc is zowel weekwinnaar geworden als de nummer 1 in de totale ranglijst. Hij staat bovenaan met 123 punten. Dan komt Mikey met 120 punten. Gerben staat derde met 118 punten. Dan komen Tijn en Dilano met 115 punten. Jarno staat zesde met 112 punten. En Nak en Jesper hebben 111 punten. De rest is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan gaan we kijken. Oh, deze hebben we natuurlijk al gehad. Sorry. Dan gaan we naar de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 14 van de Eredivisie. En natuurlijk die inhaalwedstrijd. Fortuna Sittard moet tegen RKC. FC Emmen ontvangt FC Utrecht. PSV moet thuis tegen VVV. FC Twente moet tegen Sparta. AZ moet thuis tegen Vitesse. Willem II moet tegen Ajax. ADO Den Haag tegen PEC Zwolle. FC Groningen ontvangt Heracles en Feyenoord ontvangt Heerenveen. Dit is trouwens een midweekse speelronde, dus die worden van dinsdag tot en met donderdag gespeeld. Houd dat goed in het achterhoofd. En dan hebben we natuurlijk nog de inhaalwedstrijden die volgende week zondag wordt gespeeld tussen FC Utrecht en AZ. Het is even belangrijk om te weten dat ik natuurlijk na die wedstrijd pas de volgende video maak. Wel ruim van tevoren, omdat het dan wintersport is. Ik wil in ieder geval iedereen een hele fijne kerst wensen. En dan zie ik jullie volgende week bij de nieuwe aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.